Janka, jij wil focussen op de alleenstaanden. Is het slecht gesteld met de alleenstaanden? Niet met alle alleenstaanden, want het is een heel diverse groep. Dat vergeten we soms. En we denken wel eens dat alleenstaanden dat, dat allemaal happy singles zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? In die groep heb je evengoed mensen die weduwe of weduwenaar zijn geworden. Alleenstaande mama's die het niet makkelijk hebben, zeker in een grootstad. Maar er zijn natuurlijk jonge en minder jonge mensen die gelukkig alleen zijn. Maar niet alleen, het is heel divers. Ja. En wat zijn dan zo de, de voornaamste redenen waarom alleenstaanden het moeilijk kunnen hebben? Wel, iets wat heel vaak naar boven komt, is het financiële aspect natuurlijk. Hè. We weten dat zij ja, alles met één inkomen moeten zien te beredderen. En zeker in onze steden is dat vaak een harde dopper. Denken we maar aan huisvesting, waar toch een te groot deel. Van het inkomen van alleenstaanden naartoe gaat. Waardoor er vaak voor vrije tijdsactiviteiten geen ruimte meer is. Ook fiscaal zijn ze vaak nog benadeeld. Hè. We weten uit onderzoek dat uh, om en bij de 60% van hun inkomen eigenlijk ja, uh, weg is. Zeg maar. Dus dat zijn toch heel wat aspecten waar we moeten blijven op inzetten om het leven van die alleenstaanden makkelijker en comfortabeler ja. te maken. Ja. en ja. Zijn er concrete voorstellen om dat te doen dan? Hoe zouden jullie dat aanpakken? Er zijn er. Wij vinden vanuit CDMV, meer specifiek vooral in maatschappij, dat je eigenlijk in alle lagen van het beleid, in alle domeinen, een alleenstaande reflex zou moeten inbouwen. Dat betekent heel concreet dat bij beleid, zeker bij nieuw beleid, je moet gaan nadenken: komt dit ten goede aan alleenstaande of niet? Mm -hmm. Heel concreet, binnen huisvesting bijvoorbeeld, zijn heel wat mensen. Zeker in Brussel en andere grootsteden, die willen co-housen. Die zeggen waarom zouden we niet gaan samenwonen? Mm -hmm. Maar vaak worden zij dan beschouwd als samenwonend, omdat de wetgeving daar nog niet op aangepast is. Mm -hmm. En als je samenwoont opnieuw, word je fiscaal benadeeld. Mm -hmm. hè? Dus daar um, een kader voor creëren, bijvoorbeeld, zou wel heel wat kunnen helpen. Ja. Zijn er nog zo voorbeelden? waar je de alleenstaande kan? Heel zeker. Ik denk ook aan, aan mensen die misschien wat ouder zijn, maar ook niet alleen. De eenzaamheid en het isolement, opnieuw zeker in een stad, is ook bij mensen die schijnbaar um, ja, wel goed omringd zijn, maar die mij toch zeggen, ik voel me in het weekend en op feestdagen vaak alleen. Daar denk ik dat een goed sociaal weefsel, waar je als overheid ook kan investeren, belangrijk is. Zeker als ik denk aan senioren, zorgen dat zij... Via sociale restaurants, lokale dienstencentra, het verenigingsleven, plekken kunnen hebben waar zij als alleenstaande andere mensen kunnen ontmoeten. Soms gewoon eens voor een gezellige babbel, om eens een probleem te delen of ook om wat juridisch advies te krijgen als dat, uh, als dat nodig is. Oké. Okay. Dank u wel.